Het is vandaag zondag 27 januari 2019. Mijn naam is Chris. Dit is het Game News. We beginnen vandaag met de release van Resident Evil 2. Want de game is in ieder geval uitgekomen afgelopen vrijdag. En het is natuurlijk een hele mooie titel die er gekomen is. Ik hou wel van die horror games en zo. Ik weet niet of jullie ervan houden. Moet je het vooral achterlaten in de comments. Ik zou zeggen, laat je top 3 horror games eens achter bij de comments. Dat is leuk om te zien natuurlijk. Ik heb de game zelf ook binnengekregen op de Xbox One. Hij is natuurlijk ook beschikbaar op de PlayStation 4. En op de PC uiteraard. In ieder geval een hele mooie release. En we gaan zien hoe de game zich gaat houden tegenover alle andere gamegeweld eigenlijk. Ik denk het best wel goed eigenlijk. Ze hebben ook trouwens nog gezegd, er komt nog een speciale game mode uit. Namelijk de Ghost Survivors mode. Die gaat dan binnenkort uitkomen. Er komen ook namelijk nog 3 extra updates voor uit. Ze hebben eigenlijk weinig naar buiten gebracht over wat dit eigenlijk is. Het is in ieder geval een aparte verhaallijn, zoals ik het nu kan zien. In ieder geval een speciale verhaallijn. En in ieder geval heel erg tof natuurlijk. Dan wat nieuws over de game Anthem. Ik heb al vaker in Game News wat verteld over deze game. Een hele nieuwe game van EA. En het ziet er ook best tof uit. Er is een beta/demo beschikbaar op dit moment. Even wat over de demo, want er zitten namelijk in deze demo geen tutorials. Want het is namelijk zo dat je al een stukje verderop in de game begint. Dus dat hebben ze zeg maar overgeslagen. En die tutorials die verschijnen dus wel in de full game. Er komen 2 demo's vanuit. Op dit moment is er dus eentje gaande. Die kun je alleen spelen als jij op dit moment lid bent van EA Access of Origin Access. En daarnaast, of je de game gepreorderd hebt, dan kun je hem ook spelen. VIP-demo noemen ze het. Er komt ook nog een gewone demo vooruit. En die verschijnt op 1 februari. En dan kun je tot 3 februari hier gebruik van maken. Link hier naar de trailer staat in de beschrijving. Dan de game Yakuza Kiwami. De game gaat namelijk hoogstwaarschijnlijk op 19 februari uitkomen op de PC. De game kwam al eerder uit op de PlayStation 4. Al eerder, 2016. En na de release van Yakuza 0 hebben ze gezegd, het wordt best wel goed ontvangen. Dus laat deze game ook gaan uitbrengen. Het is geen officiële release datum. Hij is namelijk geleakt via Steam. Er verscheen namelijk een berichtje op en er zat echt een microseconde erachteraan. Nog de datum kon je daar zien. Dus 100% geconfirmed is het niet. Maar het lijkt er wel op in ieder geval dat hij uitgekomen. Overigens is de game al een remake geweest in 2016. Dus het oorspronkelijke verhaal is al best wel wat jaartjes oud. Maar wel heel erg tof. Dan wat nieuws over Fallout 76. Er waren namelijk geruchten dat deze game gratis zou worden. En natuurlijk kwam er heel veel ophef hierover. Want mensen zeggen natuurlijk van wij hebben de game net aangeschaft en nu zou die al gratis worden. Bethesda heeft iemand geconfirmed via Twitter dat dit niet zo is. Zie de volgende tweets ook. En er zijn natuurlijk gewoon zoveel problemen geweest met deze game. Dat deze geruchten naar buiten kwamen. Ook werd het verteld trouwens via een Australische YouTuber. En was het ook zo van, de game wordt gewoon uit de schappen gehaald. Het wordt verkocht. Dan zou dit dus gebeuren. Maar, het gebeurt dus niet. Episode 2 van Life is Strange 2 is vanaf nu beschikbaar. Al trouwens vanaf 24 januari. Ik zet een trailertje in ieder geval in de beschrijving. En ook van deze serie kan je binnenkort wat verwachten op mijn YouTube. Dan wat nieuws over Far Cry New Dawn. Want er zijn wat dingen van bekend. Wat meer over de storyline. En ook over de release datum. Die is namelijk op 15 februari op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. En het verhaal speelt zich in ieder geval 17 jaar af na Far Cry 5. En
Nou ja, het speelt zich ook af in Hope City. Maar Hope City ziet er niet meer hetzelfde uit. En ja, zonder te veel spoilers te geven, zou ik zeggen van ja, check in ieder geval gewoon de trailer in de beschrijving. Nou, ik ben in ieder geval trouwens heel erg benieuwd naar. Wel opvallend trouwens dat Far Cry New Dawn best wel snel uitkomt na Far Cry 5. Het lijkt erop dat het toch een beetje een soort van update is of zo. Ja, het wordt wel als stand-alone game gezien, maar ja, mijn gevoelens zeggen, nou, het is ook een klein beetje een update, zeg maar. Nou ja, Bethesda heeft gereageerd op Twitter naar Far Cry New Dawn. Zie je ook de volgende tweets. Eigenlijk een beetje een soort van persiflage. Hè, noemen we dat? Persiflage. Een mooi woord is dat. Op Ubisoft. En ook Ubisoft heeft daar weer gereageerd op van hey, check de nieuwste trailer. En Bethesda heeft gewoon netjes geantwoord via Rage 2 van hey, dankjewel daarvoor. Dan met een Spider-Man gifje. Waarop eigenlijk wordt gezegd van dat de games een beetje op elkaar lijken. Dan het nieuws over Trials Rising. Want de game gaat uitkomen op 26 februari op de PlayStation 4, Xbox One, PC en Nintendo Switch. Trailer staat in de beschrijving. De game gaat €24,99 kosten. En voor de mensen die Trials niet kennen, Trials is een race game waarbij je met een BMX bijvoorbeeld of een andere stunt fiets door parcoursen moet heen gaan. En dan moet je ook gewoon daar doorheen gaan. En het is in ieder geval heel erg moeilijk, heel erg tof. En check ook dus vooral de trailer. Afgelopen vrijdag was de release van Kingdom Hearts 3. De game is uitgekomen op de PlayStation 4 en Xbox One. Trailertje staat in de beschrijving. En het is gewoon een hele gave tekenfilm game, kan ik wel zeggen, waarbij werelden door elkaar heen lopen. De game WRC 8 is aangekondigd, oftewel WRC 8. De game gaat uitkomen ergens in september van dit jaar op de PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. En deel 7 kwam 2 jaar geleden uit. Nou ja, ze hebben een jaartje overgeslagen, want eigenlijk brengen ze de game elk jaar uit. Maar ze hebben dus vorig jaar de game overgeslagen, omdat ze namelijk de release hadden van V-Rally 4. En natuurlijk een eerste trailer in de beschrijving. En het laatste nieuws van vandaag gaat over Call of Duty Black Ops 4. Want aanstaande dinsdag komt de patch 1.12 uit alweer. Op dit moment is het trouwens nog een dubbel XP weekend, dus wil je nog even heel snel levelen, dat kan natuurlijk. Volgens mij kan je dat doen tot maandag 7 uur in de avond. Natuurlijk dubbel weapon XP en dubbel gewoon XP, level XP. Dus kan je altijd lekker gaan doen. Wil je het nog sneller doen, dan kan je het ook nog doen via de Nuketown playlist, want die is er ook weer natuurlijk. En in deze patch, ik heb die eventjes genoteerd. De kap 40 komt namelijk bij Gun Game erbij. Er komt een zogeheten ambush mode in Blackout. Voor de duidelijkheid, dat is een melee sniper game mode. Waar je alleen met een melee wapen of een sniper kan gaan spelen. En daarnaast komen er ook wat andere patches uit. Natuurlijk gewoon weer bugfixes en zo. Maar vooral voor Blackout verschijnen er toch wel een paar hele mooie updates. Waaronder de armor wordt geüpdate. Level 3 armor die wordt wat zwakker. Maar daarnaast wordt het ook moeilijker om deze te repareren. Want tegenwoordig kan je dus met armor plates kan je armor repareren. Nou ja, nu moet je dus voor 1 armor stukje moet je dus 2 plates gaan gebruiken. Dat is op zich wel beter natuurlijk. Hè? Dan misschien wat minder overpowered wordt. En daarnaast komen er updates uit voor de stun grenades. Die gaan dus gewoon minder heftig zijn. En ook voor de flash grenades en zo wordt het minder en zo. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. En er komt een increase in time. Als je een cluster grenade gooit, dat duurt in ieder geval langer voordat deze kapot gaat. Dus dat ziet er allemaal heel erg fijn uit. Ik denk dat het wel een stukje beter wordt dan om de game te gaan spelen. Want af en toe is het gewoon echt heel
irritant om tegen mensen te spelen die gewoon 10.000 granaten op je afgooien. Daar word je gewoon helemaal gek van. Dit was hier wel weer het game nieuws van vandaag. Ik zou zeggen, like eventjes deze video en YouTube. Ik hoop maar dat deze video weer in de subbox zal komen. Vergeet niet het belletje aan te zetten, dat zou namelijk super tof zijn. En laat even in ieder geval in de comments weten. Hashtag belletjesquad of zo. Dat soort dingen is wel leuk om te zien natuurlijk.